We zijn nu hier bij Parkhuis Rosarium in Doorn en we zijn bij elkaar omdat we zometeen de Plastic Vrij Challenge gaan aftrappen. Door aan de eerste 9 deelnemers hun certificaat en een mooi schildje uit te reiken en onze website te lanceren. Er zijn in deze fase 9 mensen of organisaties, scholen, verenigingen die mee gaan doen. Ik ben Sarah. Ik ben Elsa. En ik ben Roos. Wij zitten op het Reefjes Lyceum door. Plastic is een enorm milieuprobleem. En ook op lokaal niveau moeten we daar wat aan doen. En dat willen we ook graag. Daarom steunen wij de Plastic Vrij Challenge. Ten eerste nemen we onze eigen verantwoordelijkheid. We halen plastic uit de gemeentelijke organisatie weg. En daarnaast willen we echt proberen om evenementen en dergelijke anders te gaan aanpakken. Zodat we minder plastic nodig hebben. En daar heeft de overheid ook lokaal een rol bij. Ik gebruik niet zo heel veel plastic, denk ik. Heel veel, ik weet niet hoeveel. Ja, een beetje gemiddeld. Boterhamzakjes. Boterhamzakjes. Geen boterhamzakjes meer gebruiken. Broodtrommel. Ja, brood in broodtrommeltjes. Nou, ik wil gewoon dat er gewoon heel weinig plastic, nou ja, zo min mogelijk plastic in de natuur komt. Mees is een leerling van Mau Pertuis en die maakt zich nogal zorgen over al het plastic in de wereld. En is eigenlijk op school begonnen om in ieder geval in eerste instantie zijn klas aan te sporen, maar ook meerdere klassen aan te sporen om plastic vuil op te gaan ruimen in de buurt van de school. Hè. Wij zitten in Driebergen en dat plastic zijn we eigenlijk gaan recyclen en daar hebben ze kerstballen van gemaakt en allerlei andere mooie dingen die ze vervolgens verkocht hebben aan de ouders. En dat geld is naar een goede doel gegaan. De Plastic Vrij Challenge betekent dat een ondernemer gaat nadenken, zelf of met zijn team. Welke plastic items kan ik uit mijn bedrijfsvoering verwijderen? En geen roerstaafjes meer, geen plastic bekertjes. En die legt dan een belofte op een filmpje vast. En belooft dan dat die plastic items, dat kan er 1, dat kunnen er 2, maar dat kunnen er ook meer zijn, dat die het komende jaar uit de bedrijfsvoering worden gehaald. Nou, die zijn te zien op www.plasticvrijchallenge.nl. En het is de bedoeling dat ze volgend jaar, dat iedere organisatie weer een nieuwe belofte maakt. Wij willen graag waarschijnlijk Schoon Noord-Doorn ook wel uitdagen om mee te doen. De oproep is ook om een volgende organisatie uit te dagen om mee te doen. En ook aan te haken bij deze Plastic Vrij Challenge. Ik daag de gemeente Zeist uit om precies hetzelfde te doen wat wij doen. Namelijk je eigen organisatie plastic vrij maken. En ook samen met ons alle evenementen wegwerp plastic vrij te maken. Want dat kan. En bij deze vraag ik de IVA in Driebergen om ook mee te doen. En ook misschien de basisscholen. Die dan ook in Doorn vooral, waar mijn broertjes op zitten, dat we die ook uitdagen. Dat zij ook hun school een beetje meer plastic vrij maken. Regio 90 nieuws. Meer nieuws en achtergronden op regio90.nl.